Hallo allemaal en welkom bij Beginnen na je studies. Ik ben Kaat, jongerenconsulent in Huis van de Mens Brussel. Samen met mijn collega's jongerenconsulenten vallen wij onder de noemer van dwaalzin. Onze focus hier ligt op het creëren van een veilige jongerencommunity waarin zingeving centraal staat. Over dit laatste zal onze derde gast jullie zo dadelijk meer vertellen. Je bent ongetwijfeld al goed op weg met het aangaan van de uitdagingen van het serieuze leven. Maar de praktische kant hiervan is niet altijd even voor de hand liggend. Maak je hierover geen zorgen. Wij proberen jou hiervoor vandaag handvaten aan te bieden om mee aan de slag te gaan. We zitten hier vandaag in onze studio in het Vrijzinnig Punt in Hasselt. Zo dadelijk ontvangen we onze eerste gast, Michael van der Hogenbroek. Hij gaat jullie alles vertellen over sparen en beleggen. Nadien kom je van Roland Kums van Samenhuizen VZW alles te weten over cohousen en andere alternatieve woonvormen. Ten slotte luisteren we naar Nienke Wijnands over wat het precies betekent om voor al deze uitdagingen te staan. We luisteren telkens 10 minuten naar onze experts en dan is het aan jullie. Heb jij vragen voor Michael, Roland of Nienke, dan mag je deze in de chat zetten en dan komen deze bij mij terecht. Vooraleer we Michael aan het woord laten, wil ik graag nog al onze partners bedanken om Beginnen na je studies ook dit jaar weer mogelijk te maken. En natuurlijk aan jullie om vandaag weer te kijken. Laten we eraan beginnen. Ik heet graag onze eerste gast welkom, Michael van der Hogenbroek. De meeste mensen kennen hem waarschijnlijk als de financieel journalist van de VRT. Er wordt vaak gezegd dat geld niet gelukkig maakt, maar wanneer je voor de eerste keer zelf hiervoor instaat, kan dit nogal wat twijfels met zich meebrengen en het kan overweldigend zijn. Welkom, Michael. Dag, Kaat. Er valt natuurlijk enorm veel te vertellen over financiën, maar aangezien we het vandaag hebben over twintigers, zou ik graag met de vraag willen beginnen, hoeveel kapitaal heeft de gemiddelde twintiger? Het is moeilijk om daar een gemiddelde op te plakken. Ik denk dat het ook niet echt voorhanden is, omdat er natuurlijk grote verschillen zijn. Je hebt twintigers die al een paar jaar werken, je hebt er die nog aan het studeren zijn, je hebt er die tijdens hun studies gewerkt hebben en dat hebben gespaard, anderen hebben dat weer uitgegeven. Maar ze zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde traject. Het is te zeggen, ik denk dat de meeste twintigers voor de eerste keer geld aan het verdienen zijn, hebben dus een budget om uit te geven, maar tegelijkertijd ook aan de toekomst denken en dus eigenlijk een stuk opzij zetten om later een huis of een appartement te kopen of misschien iets anders mee te doen. Dus hoeveel ze hebben, is denk ik niet echt voorhanden, dat verschilt ook wel wat, maar ik denk dat hun traject op dat vlak wel hetzelfde is, heel gelijklopend is. En wanneer we het dan hebben over het kapitaal van jongeren, is er een bepaald bedrag per maand dat we zeker aan de kant moeten zetten om veilig te zijn? Bijvoorbeeld een bepaald percentage van het loon? Ja, het is heel moeilijk om daar ook een exact getal op te plakken, omdat natuurlijk niet iedereen evenveel verdient. Dat sommigen ook heel andere uitgaven hebben. Anderen zijn echt heel concreet voor iets aan het sparen, anderen weer niet. Maar de gouden regel is toch, zorg als het kan dat je een half jaarloon toch ergens op een spaarboekje hebt staan voor als er onverwachte uitgaven zijn. Als je fiets of misschien je auto stuk is en je moet echt een nieuwe kopen. Als er iets moet gerepareerd worden, als je ziek wordt. Dus als dat kan, zorg dat je 6 keer je maandloon, dat zeker als je daarin slaagt, ergens opzij staat. Dat is dan, als er iets gebeurt, toch de zekerheid dat je het aan kan. En dat is niet onbelangrijk. Dat is gemoedsrust en dat is onbetaalbaar uiteindelijk. Ik denk dat sparen als een twintiger een grote uitdaging is, net zoals beleggen. Moest ik de stap willen zetten om te beleggen, hoe pak ik dit dan best aan? Door eerst te denken of na te denken of beleggen wel iets voor jou is. Ik denk dat het een essentiële oefening is dat ieder voor zich moet maken, want daar is geen juist of geen fout. Maar je moet denk ik wel de overweging maken van geld dat je niet meteen uitgeeft. Ja, het meest evidente is natuurlijk een spaarboekje. Heel veilig, kan altijd aan je geld, maar het heeft één groot nadeel. Brengt bijna niks op aan de rente en de inflatie, de kosten die stijgen jaar na jaar, die zijn wel hoog, dus je doet eigenlijk verlies door te sparen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van geld opzij te zetten. En dan kan je effectief naar beleggen gaan kijken, in aandelen, obligaties, in andere dingen. Maar dan moet je het ook voor de lange termijn doen, omdat die heel erg fluctueren soms vandaag. En deze dagen zijn echt dagen dat het alle kanten kan uitgaan. Als je bijvoorbeeld weet dat je over 2, 3, 5 jaar je geld echt nodig hebt, omdat je bijvoorbeeld een appartement wil kopen, dan is beleggen toch enigszins risicovol, omdat je niet weet dat over 2 of 3 of 5 jaar je geld niet minder waard is. Op de lange termijn hebben we eigenlijk wel die zekerheid. Maar dus ik denk dat de oefening best start met, kijk, waar sta ik, wat wil ik? En past beleggen of past een alternatief voor dat spaarboekje
in het verhaal dat ik ga proberen te volgen? Ja, er zijn natuurlijk verschillende soorten van beleggen en investeren. De laatste jaren komt Bitcoin hier vaak bij ter sprake. Is dat een verstandige investering? Ik denk dat dat ook iedereen voor zich moet uitmaken, maar ik denk wel dat je moeilijk kan zeggen dat de digitale munten, want Bitcoin is een van de, denk ik, 10.000 of meer dan 10.000 digitale munten, dat dat exact hetzelfde is als beleggen in aandelen. Beleggen in aandelen, liefst heel gespreid, dan zit je te investeren in bedrijven, word je een stukje eigenaar, want daar komt het op neer als aandeelhouder van bedrijven die je kan volgen, die het goed of slecht kunnen doen, maar je hebt daar tenminste ja, onderliggend iets. Je kan nagaan minstens voor wat ze staan, of ze het goed doen, of hun producten het goed doen of niet. Digitale munten, ja, dat is op dit moment nog altijd iets waar niet mee betaald wordt, dat echt speculatief is, om het nog heel voorzichtig te zeggen. Het is wat gokken. Dat kan goed uitdraaien, dat kan minder goed uitdraaien. Alles hangt natuurlijk af van, als je terugkijkt wanneer je dat bent beginnen doen. Als je dat 3 jaar geleden was beginnen doen en je kocht een bitcoin toen, ja, dan had je dat nu heel wat opgeleverd. Heb je dat 2 weken geleden of een maand geleden gekocht, dan heb je flink wat verlies. Dus ook daar, ik zou zeggen, je kan het altijd wat doen om eens te speculeren. Maar als je echt heel wat geld opzij hebt staan, dat je wil gebruiken om iets te kopen op lange termijn, dan zou ik het toch niet meteen in digitale munten steken, eerlijk gezegd. Een andere vorm van beleggen of investeren is dan ook pensioensparen. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Wanneer begin je daar best mee? Daar denk ik dat je best zo vroeg mogelijk mee begint. En zo vroeg mogelijk is wanneer je je eerste loon ontvangt. Omdat het interessante aan pensioensparen is dat je daar een stuk fiscaal een stukje van terugkrijgt. Dus je vult dat eigenlijk in op je belastingsbrief en je krijgt dan via die belastingsbrief een stukje van wat je zelf spaart terug. Hè. Dus je wordt door de overheid bijna beloond omdat je dat doet. Maar je moet natuurlijk wel inkomsten hebben. Dus ja, als je nog geen inkomsten hebt, heb je dat fiscaal voordeel niet. Dus ik denk dat het daarom interessant is om dat zo snel mogelijk beginnen te doen. Maar ook omdat je op je 20 of je 22 is dat nog ver weg natuurlijk, je pensioen. Dat zal pas op je 67ste, misschien je 8 of 69ste zijn als het zover is. Maar dan heb je tenminste ook een stukje zelf gespaard. Hè? Want als je op pensioen gaat, dan valt je wettelijk pensioen, wat je krijgt van de overheid, echt wel heel wat lager uit dan je laatste loon. Dus je zal daar toch, als je je levensstandaard dan op peil wil houden, ook zelf wat moeten voor bijeen gespaard hebben. En via dat pensioensparen kan je dat. En doe je dat in wezen in aandelen en obligaties. Dus de meeste van ons zijn belegd, omdat ze pensioen sparen. Dus als je kan, je hebt de middelen om dat te doen, doe het zodra je begint te werken. Timing is dus essentieel hierin. Ja. Dat is heel duidelijk. Dan zullen we eens kijken naar de chat of er al vragen uit het publiek zijn. Een eerste vraag die is binnengekomen is of je met beleggen een goed doel kan steunen. Rechtstreeks met beleggen een goed doel steunen, denk ik niet meteen. Je kan natuurlijk wel zorgen dat wat je belegt, dat goed gebruikt wordt. Ik denk dat dat wel vaak zo is. Maar sommige mensen zijn ook echt wel bekommerd dat het duurzaam is. Hè? Dat er, ja, als je geld belegt, dat niet naar wapens gaat of milieuvervuilende bedrijven. Dus duurzaamheid, dat kan absoluut naar goede doelen. Dan denk ik best dat als je belegt en winst hebt en je verkoopt bijvoorbeeld een aandeel, dat je dan zelf aan een goed doel schenkt. Ik denk dat dat het beste is. Er zijn natuurlijk wel heel wat bedrijven die ook wel goede doelen geven, maar dat is onrechtstreeks. Ik denk als je echt een goede doel wil geven, een stukje van wat je dan eventueel als winst maakt of als rente of dividend uitgekeerd krijgt, zelf aan een goed doel geven, dat is denk ik altijd interessant. We hadden het daarnet ook al over obligaties en bitcoins. Zijn er nog zo interessante beleggingsmogelijkheden en hangen hier meer of minder risico's aan vast? Obligaties en bitcoins zijn al niet helemaal hetzelfde. Mm-hmm. Obligaties is eigenlijk geld uitlenen aan een bedrijf of vooral aan de overheid. En dan krijg je een vaste rente en dan krijg je het op het einde van de rit terugbetaald. Dat is iets zekerder. Digitale munten zoals bitcoins zijn nogal de onzekerheid. Ja, je hebt heel wat dingen ertussen. Goud is een klassiek voorbeeld. Je kan goudstaven kopen die in een kluis steken en die later weer verkopen in de hoop dat de goudprijs gestegen is. Dat is niet zonder risico, want die goudprijs heeft niet echt een economische ondergrond. Die evolueert omdat mensen goud willen hebben. En dat is vaak op momenten
dat het onzeker is, dat de beurzen het bijvoorbeeld slecht doen. Maar al die tijd dat je goudstaaf in de kluis ligt, heb je natuurlijk geen rente, geen dividend. Dat is een dode belegging. Je hebt ook veel mensen die denken dat ze door in wijn of platen of strips te beleggen, en dan zijn er een aantal tv-programma's, rijker dan je denkt-achtige dingen, die dat wat stimuleren. Maar dat is niet zonder risico, dat is ook wel wat speculatie, omdat je dan overgeleverd bent aan wat dan heet die wet van vraag en aanbod. Dat wil zeggen van, stel, je wil in zeldzame strips of eerste nummers van strips investeren. Dat is al een flinke investering. Ja, als je daar ooit rendement op wil halen, dan moet die prijs omhoog. Dat kan alleen maar als de vraag stijgt, want het aanbod is er. Goed, als je dat kan inschatten, dat van sommige strips de vraag nog verder zal stijgen, dan is dat misschien interessant. Maar het kan ook goed zijn dat dat daalt. Hè. Dat is helemaal, die prijs wordt bepaald door echt die vraag en aanbod. Dus dat is wel wat speculeren. Vastgoed is heel lang ook een alternatief geweest. Dus niet je eigen appartement of huis, maar iets kopen om te verhuren. Dat is natuurlijk gigantisch duur, dat is meteen een heel grote aankoop. Maar je kan ook aan een veel lager bedrag, een paar honderd euro of duizend euro, vastgoed kopen op de beurs. Het is te zeggen, je kan op de beurs, zijn er 18 in Brussel intussen al, vastgoed aandelen. Dat zijn bedrijven die vastgoed hebben en verhuren. En je kan er een stukje een aandeel van kopen. Dus je kan ook wel onrechtstreeks via papieren vastgoed investeren. Dat is misschien wel, als mensen een alternatief zoeken, is dat wel een alternatief. Oké, dan zullen we naar de laatste vraag gaan, die misschien interessant is voor het jongere publiek dat vandaag kijkt. En dat is of er quick wins zijn om te sparen. Om te sparen, ja, ik denk het wel. Het is simpel, hè. Je hebt inkomsten als je gaat werken, of misschien als je een vakantiejob of een studentenjob doet. Je hebt uitgaven. Ja, de quick win is natuurlijk het verschil tussen beiden zo groot mogelijk maken. Namelijk zo weinig mogelijk uitgeven en ja, de rest wat overblijft, kan je dan sparen. Natuurlijk, je moet ook nog wel een fijn leven hebben. Maar er zijn toch zo'n aantal dingen die eigenlijk wel helpen om daar wat een rode draad en gestroomlijnd te brengen. En dan, ja, het is iets heel, heel ouderwets misschien, maar het helpt vaak wel. Vroeger onze grootouders, die hielden, als het moeilijk ging, een huishoudboekje bij. Dus ze schreven letterlijk alles op wat ze kochten en waar ze geld aan uitgaven. En nu kan je dat heel makkelijk op je smartphone via apps. En dat is eigenlijk wel een tip, omdat je heel veel... Ik heb het ook ooit eens moeten doen voor de radio, vroeg eens wat te doen. En ik schrok echt wel van die heel veel kleine kosten waar ik niet eens van wist dat... Enfin, ik wist het natuurlijk wel. Maar niet dat ze, als je ze optelt, zo'n grote som elke maand wegnamen. Het broodje op het werk 's middags, het blikje dat je ergens gaat halen. Kleine dingen die één... Als je ze optelt, echt wel veel maken. Dus je budget onder ogen zien, dat is een eerste quick win. Een andere quick win kan zijn, voor mensen die alleen gaan wonen binnenkort, je moet natuurlijk wel je inkopen doen, maar er zijn ook dingen die je koopt die niet vervallen. Tandpasta, keukenrol, die dingen. Wel, de tip die wij in ons boek geven daarover is... Investeer in een goede voorraadkast en koop die dingen als ze in superreclame staan en zet dat gewoon in die voorraadkast. En je doet op lange termijn flink wat voordeel. Dus dat zijn twee quick wins. Misschien niet de meest sexy quick wins, maar ze helpen wel. Oké, we zullen hiermee afronden. Bedankt om jouw tips en tricks met ons te delen. Moest je nog belangrijke vragen hebben over sparen of beleggen, kan je altijd terecht op de website van de Vlaamse overheid of bij het VRT Nieuws natuurlijk. Onze tweede gast vanavond is Roland Kums van Samenhuizen VZ2. We zijn hier vanavond om te praten over alternatieve woonvormen. Een grote kanshebber bij jongeren die voor het eerst het nest verlaten. Welkom Roland in onze studio. Wat houdt het gemeenschappelijke wonen of samenhuizen nu juist in? Ja, goedenavond. Gemeenschappelijk wonen of samenhuizen is eigenlijk een koepelterm voor alle vormen van gemeenschappelijk wonen. Dus daar zit een hele waaier onder van projecten die groter of kleiner zijn, platteland of in de stad. Maar een gemeenschappelijke noemer is eigenlijk dat het gaat om gemeenschappen waar mensen van verschillende gezinnen samenwonen en ruimtes delen in eigen beheer. En daar ook met de bedoeling om daar minstens ook een sociale meerwaarde aan te geven. We delen ze meestal in twee grote blokken op in het huis delen, wat vrij bekend is. Mensen die een gezinswoning samen gaan bewonen met een groepje vrienden. Of de co-housing projecten, waar eigenlijk elk huishouden wel een volledige autonome
woning heeft, maar waar ze toch met een aantal andere gezinnen samen ook nog voorzieningen delen. Dat kan gaan om gastenkamers of ook een gemeenschappelijke ruimte en werkplaats, noem maar op. Ja. En is het volgens jou een voordelige woonvorm voor de pas afgestudeerden? Ik denk, we zien vooral jonge mensen die aangetrokken worden tot het woningdelen, het huisdelen. En natuurlijk is het zo dat je door met een aantal mensen minstens al de huur en de vaste lasten te delen, dat je wel gaat besparen op je woonlasten. Ja. En aan dit gemeenschappelijk wonen hangen hier bepaalde voorwaarden aan vast? Want voor jongeren die natuurlijk net van school komen, die hebben nog niet zoveel. Maar wat moeten ze zeker wel aan voldoen om gemeenschappelijk te kunnen wonen? Als je samen een gezinswoning gaat huren en samen bewonen, dat mag. Hè. Je mag in een woning met verschillende mensen samenwonen. Wat niet mag, is die woning gaan opdelen. Hè. Dus daar allemaal je eigen studio in maken met eigen sanitair en een aparte kitchenet. Dat mag niet, want dat is eigenlijk die woning gaan opdelen in aparte delen. En dat is niet toegelaten. Hè. Het moet een eensgezinswoning blijven. Ook iets waar jonge mensen op moeten letten, is dat je feitelijk als samenwonend wordt beschouwd. Hè. Dus dat kan gevolgen hebben voor eventuele vervangingsinkomens. Ik denk voor jongeren aan een werkloosheidsuitkering. Het kan zijn dat je een uitkering als samenwonende zult ontvangen in plaats van als alleenstaande. Dat scheelt toch maandelijks wel een aantal honderd euro. Tenzij dat je kan aantonen en daar ook moeite voor doet, dat je toch een autonoom huishouden hebt binnen in die gedeelde woning. Dat is zo wat, dat is eigenlijk het meest ingewikkelde dat je tegenkomt. Ja. En als je dan op zoek gaat naar een woning, of die nu om te delen is of om alleen te gaan wonen, zijn er tips voor hoe je je best kan presenteren naar huisbazen en of medebewoners als het om samenhuizen gaat? Ik denk voor huiseigenaars, de belangrijkste criterium is dat ze eigenlijk vertrouwen hebben in jou, dat je de huur langere tijd zult gaan betalen en dat je het huis in goede staat zult bewaren. Dus het vertrouwenwekkend overkomen en eventueel zelfs referenties hebben van vorige verhuurders waar je goed voor het huis hebt gezorgd, kan zeker helpen. Als het gaat om huisgenoten vinden, dan komt het erop aan om toch een zekere klik te hebben en ook eenzelfde mate van orde en netheid is toch wel mooi meegenomen vaak. Aangezien we ook vanuit heel Vlaanderen en Brussel vandaag kijkers hebben uit kleine en grote steden, is het misschien interessant om te weten of er in samenhuizen een verschil te merken is in een grootstedelijk of een plattelandscontext. Qua regelgeving is er geen verschil uiteraard, maar we zien wel dat het huisdelen veel populairder is in de grotere steden. Maar dat het even goed gebeurt in de kleinere dorpen. Al zal het daar misschien soms iets moeilijker zijn om nieuwe huisgenoten te vinden dan in de grootstad. Ja. En zijn er voor de jongeren bijvoorbeeld, die nog niet zo'n groot kapitaal hebben, maatregelen vanuit de overheid waarop zij kunnen terugvallen om te huren of kopen? Natuurlijk zijn er de sociale koop- en huurwoningen, maar wel met de gekende heel lange wachtlijsten natuurlijk. Als het om kopen gaat, dan is er wel het voordeel voor als je je eerste en enige eigen woning koopt, dat de registratierechten worden gehalveerd, dus dan betaal je 3% in plaats van 6%. Gaat het om een bescheiden woning, dat wil zeggen met een verkoopprijs van maximum 220.000 of 240.000 in de kernsteden, dan wordt zelfs op het eerste deel van pakweg 93.000 euro betaal je helemaal geen registratierechten. Dus dat zijn eigenlijk de voordelen. En je ziet in België of in Vlaanderen ook wil men nog steeds eigenlijk dat eigendom stimuleren. Dus dat de overheid vooral daar maatregelen op richt eigenlijk. Oké, dan zullen we ook bij jou verder gaan naar de vragen uit het publiek. Er zijn er al een paar binnengekomen. Een eerste vraag is of je moet al heel wat op je spaarboekje hebben om iets zelf te kunnen kopen, waardoor als pas afgestudeerde huren of cohousing soms het enige alternatief lijkt. Denk je dat het inderdaad zo is of dat kopen ook een mogelijkheid kan zijn? Ik ben zelf niet het goede voorbeeld, denk ik. Ik ben ook pas heel laat op de koopmarkt gegaan. Mij lijkt het heel moeilijk als jong iemand
Vorige week hoorde ik in het nieuws dat tegenwoordig toch al een 60.000 euro eigen kapitaal van de gemiddelde koper wordt verwacht. Ja, ik heb dat meestal niet op mijn spaarboekje gehad in mijn twintiger jaren. Dus dat is effectief moeilijk. En we zien inderdaad dat er toch een deel van de jongeren vooral om financiële redenen ook aangetrokken worden tot huisdelen. Dat klopt wel, ja. Dan is er nog een vraag binnengekomen die wel vooral op samenhuizen een toeslag heeft. En dat is, wat als medehuurders de huur niet of niet op tijd betalen? Kan dit een effect hebben op jou of is dit iets waar huurbazen ervaring mee hebben of rekening mee kunnen houden? Wel, er worden eigenlijk twee vormen van contracten gebruikt bij het huisdelen. Eén is het contract van medehuur. Dat is mogelijk sinds 2019. Waarbij je eigenlijk met alle huurders samen op het contract staat en ook samen verantwoordelijk wordt gehouden ten opzichte van de verhuurder voor de huur en alle schade. Dus als er één iemand niet betaalt, dan kan de verhuurder de andere huurders daarop aanspreken en ook dat geld bij hen gaan innen. De andere variant is dat er één hoofdhuurder is die eigenlijk het huis in zijn geheel heeft gehuurd van een eigenaar met toestemming om kostendelend te gaan onderverhuren. En in dit geval is die hoofdhuurder de pineut als een van de huurders zijn deel niet meer zou betalen, want de verhuurder gaat uiteindelijk bij hem of haar aankloppen om het volledige bedrag te ontvangen. Dat is een hele verantwoordelijkheid dus. Ja. We hebben nog een laatste vraag uit het publiek gekregen, en dat is of het voordeliger zou zijn om te verbouwen of om een woning te kopen die al af is. Goh. Dat is natuurlijk een heel afhankelijke vraag, natuurlijk. Ja, als ik naar programma's kijk, zoals Blind Gekocht en zo, dan lijkt je hele goede deals te kunnen doen als je zelf kan verbouwen. Maar ik denk dat veel mensen ook wel voor de veiligheid kiezen van geen onverwachte kosten meer en ik koop mij een nieuwbouw die helemaal af is. Ten opzichte van een pand dat ik nog helemaal moet verbouwen en waar misschien ook nog verborgen kosten zitten. Maar dus niet iets waar ik echt expert in ben of zo. Ja. Oké, dan zullen we het daar ook bij houden voor vandaag. Dank u wel voor hier te zijn en onze vragen te beantwoorden. Na de presentaties van Michael en Roland kunnen we besluiten dat het wel degelijk nuttig is om stil te staan bij alle financiële toeters en bellen in het leven. Al die nieuwe verantwoordelijkheden in je nieuwe levensfase kunnen heel wat twijfels met je meebrengen. En daarvoor gaan we over naar onze volgende gast. Als laatste gast vandaag verwelkomen we Nienke Wijnands. Nienke is een psychologe en een loopbaanadviseur. Ze schreef het boek 20ers twijfels en 30ers dilemma's over de onzekerheden waarmee je als 20er en 30er mee in aanraking komt. Een geknipte laatste gast dus om te beginnen na je studies af te ronden. Hallo Nienke, welkom in de studio. Ja, dank je. Meer dan ooit is de periode rond je 20ste en 30ste levensjaar een fase die in het teken staat van grote keuzes. We hebben een pak meer keuzes dan een halve eeuw geleden, maar dat maakt het daarom niet gemakkelijker om eruit te kiezen. Hoe komt dat volgens jou? Jeetje, ja, dat is eigenlijk een hele grote vraag. Het meest opvallende is dat de oudere generatie dat ook meteen vaak als een soort luxeprobleem stempelt. Van hoe kun je nu klagen over veel te kiezen hebben? En het interessante is dat gelukkig voor alle jonkies, en ik begon zelf met dat onderzoek toen ik ook nog tot die doelgroep hoorde, dat wetenschappelijk wij het recht aan onze kant hebben staan. Wat is tot de eeuwwisseling eigenlijk altijd onderzocht? En wat kwam er steeds uit? Dat het aantrekkelijker is om een keuze te hebben dan voor een voldongen feit gesteld te worden. Maar wat had onderzoek tot eind jaren 90 van de vorige eeuw daarin nooit meegenomen? Is dat er misschien wel eens een bovengrens zou kunnen zitten aan het aantal keuzes waarbij dat nog geldt. En wat je ziet is vanaf het moment dat daar onderzoek naar is gekomen, dus echt naar keuzestress, choice overload, zoals dat uit Engelstalige landen overgewaaid kwam, zag je dat dat eigenlijk aan heel veel dingen lag. Wij mensen zijn er eigenlijk gewoon niet toe uitgerust om een enorme hoeveelheid keuzemogelijkheden te kunnen overzien, want het wordt overzichtelijk, het verschil tussen alle opties wordt kleiner. Maar puur psychologisch ook is het zo dat waarbij je als je twee opties hebt bij elke keuze maar nee zegt tegen één aanlokkelijk alternatief, hoe meer opties er zijn, tegen hoe meer opties je ook nee moet zeggen,
interessante psychologische processen zijn, dat waar je vroeger spijt kon hebben als je de foute keuze had gemaakt. Tegenwoordig zie je dat jonge mensen al worstelen met een gevoel van geanticipeerde spijt. Dus de spijt die je verwacht te zullen gaan ervaren als je fout kiest. Want ja, jemig, het zijn er zoveel, dus je zal die goede optie vast niet vinden. En dat maakt dat tegenwoordig ook meer dan ooit eigenlijk jonge mensen voelen dat ze een hele grote verantwoordelijkheid hebben voor die keuze maken. Want ja, alles is toch mogelijk, alle opties zijn er. Nou ja, als jij daar die beste niet uithaalt, dan ligt dat toch echt aan jou. Dus er zijn echt veel psychologisch waarneembare effecten die negatief zijn aan het hebben van te veel opties. En al deze opties merk ik bij veel leeftijdsgenoten, die creëren een gevoel van onrust. Ze gaan studeren, ze gaan reizen, ze hebben best al wel mooie dingen bereikt in het leven. Maar toch komt heel vaak die vraag, is dit het nu, terug naar boven? Wat zijn jouw tips om een zo zinvol mogelijk leven te leiden? Jeetje, ja, nou, dat is zo mogelijk nog een grotere vraag. Want werd de oudere generatie al verbolgen over dat we klaagden over te veel te kiezen hebben toen jonge mensen begonnen met de is dit alles vraag, was de oudere generatie heel snel bij om te zeggen van nou ja, dat is een vraag voor de midlife crisis. En ga eerst maar eens even 10 jaar werken en kom er. Ook daarvan heeft onderzoek inmiddels aangetoond dat het heel logisch is dat we tegenwoordig vanaf ons 20ste al langzaam tegen die grote existentiële vragen aan zitten. Voor een deel komt dat door in heel veel westerse maatschappijen de ontkerkelijking. De route van de kerk is verdwenen, maar daar is qua zingeving weinig voor in de plaats gekomen. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, toen de industriële revolutie er was, toen zei men, nou, die machines die gaan ons helpen en dan kunnen we lekker gaan leven. En dat bleek uiteindelijk niet waar. We gingen alleen maar meer en meer werken. Vervolgens kwam de technologische revolutie. Ja, die apparaten die gaan ons allemaal helpen. En wat je ziet is dat een grote groep jonge mensen met name worstelt met die verhouding tussen aan de ene kant dat we toch nog steeds in die vooruitgangsdrift zitten. Dus we zitten nog in die economie van meer. Het is interessant ook dat we het eerst over geld hebben gehad en over huisvesting, want daar zit hem toch ook wel de crux. Ik ben er vast van overtuigd dat de economie, maar ook die apparaten en die machines er ooit bedacht zijn om ons te dienen. En dat ze ons niet meer dienen. En dat wat wij het sterkst voelen is een gevoel van leegte. Omdat al die meer spullen en dat meer geld enzovoort, dat ons uiteindelijk niet vervult. En dat zie je ook terug als je uiteindelijk kijkt van wat beïnvloedt de gemoedstoestand van mensen het meest positief. Dan is dat contact met naasten, zorg voor de ander, maar ook een gevoel van zingeving. En waar je dat uithaalt, dat is helaas ook een heel individueel iets. Dus daar kun je geen antwoord op geven voor de ander, want ieder moet dat voor zichzelf vinden of daarmee bezig zijn. Ik denk eigenlijk niet eens dat je kunt zin niet vinden, maar je kunt je leven wel zin geven. Maar ik denk dat we allereerst naar de acceptatie van die vraag moeten. Dat we nog veel te veel in die maatschappij van meer en vooruit enzovoort, en dat we daar met z'n allen een beetje schuldig aan zijn, doordat we met z'n allen elkaar voorspiegelen hoe geweldig het leven wel niet moet zijn en wat er allemaal in moet zitten. En dat we die zingeving daarin vergeten, terwijl die voor onze gemoedstoestand misschien wel de belangrijkste is. Ja, inderdaad. We zien ook op sociale media heel vaak foto's en van het ideale prentje passeren. Mm-hmm, ja. Van leeftijdsgenoten die bijvoorbeeld al volgens het prentje dan veel verder staan dan jijzelf. Maar wat kan je doen tegen die onzekerheid die daarmee gepaard gaat? Want natuurlijk op sociale media staat alleen de picture perfect life, maar de andere kant zien we niet. Heb je tips om met deze onzekerheden om te gaan? Ja, dat is ook echt iets natuurlijk van deze tijd. Het interessante is, sociale vergelijking is er altijd al geweest. Wij als mensen, we hebben met name ogen als camera's en we kijken naar buiten. En dat gebruiken we ook om ons een beeld te vormen, ook van onszelf. Het interessante is dat we als mens, we zijn standaard geneigd iets wat vaker opwaarts te vergelijken. Dus mensen die net iets verder zijn of het iets beter hebben. En dat kan heel positief werken als het motiverend werkt en als het ons ambitie geeft of motivatie of enthousiasme. Maar dat gebeurt alleen wanneer we ons vergelijken met realistisch en nog enigszins haalbaar vergelijkingsmateriaal. En wat je ziet gebeuren door weer die technologisering en ook de globalisering, dat we heel sadomasochistisch zijn gaan vergelijken. We vergelijken ons niet met één iemand op één heel specifiek aspect waarin we ons willen bekwamen. Nee, we vergelijken ons met goeroes op alle aspecten van het leven. Dus als jij 's ochtends wakker wordt en je zet Instagram aan en je volgt en een foodguru en een opvoedguru en een interieurspecialist en een dit en ik hoef het niet eens uit te tekenen, jullie begrijpen het wel.
dan krijg je ongemerkt toch de illusie dat het ideale leven, waar alle aspecten van het leven perfect zijn, dat dat zu haben is, terwijl dat natuurlijk een illusie is. En de allermoeilijkste bij dit gegeven is dat we weten wat social media met ons doet en ook hoe verslavend het is en dat die sociale vergelijking, kijk, heel simpelweg gesteld, sociale vergelijking maakt ons enigszins afgunstig. En afgunst en een positieve gemoedstoestand kunnen niet tegelijkertijd bestaan. En we weten dat en toch doen we het. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf al heel wat verschillende social media van mijn telefoon heb afgegooid. En de andere ook zo min mogelijk gebruik. En zelfs de laatste tijd denk van, is het wel echt waar dat ik het zakelijk nodig heb? Mm-hmm. Ik denk ook dat we daar gewoon een knop op moeten gaan zetten. Ik word er eigenlijk steeds radicaler in dat ik denk, ja, je moet er gewoon het is met name die social media en gooi het gewoon het raam uit. Het is moeilijk, maar ik denk dat het de enige weg is. Ja, we zijn het al van, we kunnen verschillende soorten bloggers of vloggers volgen. Ja. En daardoor zien we ook dat er heel veel van ons verwacht wordt. Maar dan is er de combinatie van een loopbaan met een sociaal leven, een vrije tijd, relatie en misschien op termijn kinderen. Maar hoe kan je hierin een gezonde balans vinden? Hoe combineer je al die dingen en blijft het voor jezelf haalbaar? Ja, ook weer een heel kort antwoord is dat jonge mensen worden dus steeds als verwend weggezet. En ik denk dat de enige verwende millennial degene is die in zijn hoofd ook al die dingen wil tegelijkertijd. Het gekke is tegelijkertijd dat ik denk dat die millennial niet eens bestaat. Want het probleem is dat die millennial die zegt dat hij al die dingen wil. Maar dat willen is heel vaak een moeten. Omdat we nu eenmaal in deze maatschappij leven, zie je dat wanneer je langer met millennials gaat doorpraten, is een heel aantal van die waslijst van dingen die ze allemaal zeggen te willen, blijken toch moetjes te zijn. En het interessante is om dan om uit te zoeken van, nou, van wie moet je dat dan? Zijn dat dan, hè? Want er komen heel vaak eerst de ouders om de hoek kijken van, ja, qua opleiding of qua banen. Dan, ja, mijn ouders zien me aankomen als ik nou, dan zeg je, ja, maar stel dat je zegt tegen je ouders, weet je, ik heb er lang en breed over na. Nee. Ik denk dat als ze zeggen van, als het geen bevlieging is, moet je het doen. Ja, maar ook onder mijn vrienden, het is toch niet cool om te zeggen dat. Uiteindelijk, als je al die lagen wegpelt, dan zie je vaak dat het een heel complex samenspel is van wat de millennial denkt dat anderen over hem verwachten. Van personen tot en met abstract de maatschappij. En wat hij of zij van zichzelf verwacht. Dus het zijn eerder die verwachtingen en die moetjes die je van... Wat interessant is ook nog, jonge mensen hebben vaak een hele lijst. Als ik vraag van, nou, wat wil je dan allemaal nog en wat moet er allemaal nog? Dan is die lijst vaak wel 20 knoeperts van punten groot. Want daar zitten ook persoonlijke dingen bij, zoals trouwen, een kind, maar ook inderdaad een koophuis, goede baan, maar ook verre reis. Nou, je noemde al een heleboel van die dingen, knoeperts van dingen. En als ik dan een tijdslijn ook maak en ik zeg, nou, hier is punt 0, daar staan we nu. Over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, wanneer gaan we punt 1 doen? Ja, nou ja, trouwen, ik ben al 31, dus binnen 5 jaar. Maar ja, die kinderen, ja, hallo, ik zeg net, ik ben een vrouw van 31, dus binnen... Nou, dan voel je me al aankomen. Op een gegeven moment zijn we bij punt 7 van die lijst van 20 dingen. En dan willen ze dat weer in dat vakje van tussen 0... En dan kijken ze mij ook aan en zeggen ze, dat kan zeker niet. En dan zeg ik, nou, wat denk je zelf? Dus ook dat ligt heel erg weer bij jezelf. Alleen, het is eerst bewustwording van, oh ja, ik heb dus zo'n lange lijst van dingen die ik mezelf allemaal nog opleg. Dan de bewustwording van welke van die lijsten zijn eigenlijk aangepraat en gewoon normatief door de maatschappij of door de omgeving opgelegd. En welke kan ik misschien ook uitstellen tot over 10 jaar of 15 jaar? Waarom kan je niet je eigen bedrijf beginnen als je 50 bent bijvoorbeeld? Het is dus heel belangrijk om eerst bij jezelf te gaan kijken wat je echt wilt. Stel dat je het over van die onderwerpen wilt hebben en een gesprek daarover wilt voeren. Bij wie zou je dan terecht kunnen? Nou, dat is ook een hele belangrijke vraag. Want interessant genoeg, maar eigenlijk ook niet verbazingwekkend natuurlijk. Toen ik begon met mijn onderzoek hiernaar in Nederland, zag je dat in een heleboel westerse landen tegelijkertijd dit onderwerp, en of het dan quarter life crisis of dertigers dilemma's, of het etiketje dan ook was wat je erop plakte. Maar wat ik, een van jullie landgenoten, Dirk de Wachter, die zegt ook altijd van, het is eigenlijk gek dat we met heel veel van die problemen per se al naar een professional moeten. Want de allereerste stap, en dat is ook meteen de beste stap naar een positieve gemoedstoestand en ook een groot deel van onze zingeving, is praat met elkaar. En dat zie je dat ook in deze tijd van social media en technologie. Ja, we staan wel de hele dag in contact met elkaar, maar echt praten,
Weet je, dat, dus ik denk dat een allereerste stap kan zijn voor jonge mensen, praat er met elkaar veel meer over. Weet je, en ook laat zien wat er minder goed gaat, of laat zien wat jouw worsteling is, of waar het bij jou. Hè, ik sprak gisteren voor een grote groep studenten en daar zei één iemand heel eerlijk: nou, ik zat gisteren voor deze training, zat ik op de bank te huilen, want alweer was een paper niet aangenomen. En de hele groep dacht: ach, gelukkig, nu kunnen wij ook zeggen van, hè, weet je, dus dat is een eerste stap. Maar daarnaast zijn er natuurlijk via je opleiding of via organisaties zoals die van jullie. En als je natuurlijk in de gelegenheid zit door via je baas of via je ouders of wat dan ook, om een goede loopbaanadviseur in te schakelen of een goede psycholoog, dan is dat natuurlijk ook een goede oplossing. Maar het kan dus veel laagdrempeliger en onbetaald, kan het al beginnen. Oké, bedankt. We gaan voor de laatste keer kijken naar de vragen van het publiek. Een eerste vraag die is binnengekomen is of er een groot verschil is tussen jongeren die gelovig zijn of niet gelovig zijn als het gaat over existentiële zorg. Ja, dat is een hele interessante en ook belangrijke vraag. Ik zelf ben niet gelovig en ik durf zelfs te stellen dat ik enigszins atheïstisch ben opgevoed vroeger. Dus ik had daar best een blinde vlek voor. Ik merk beide dingen. Heel af en toe heb ik streng gelovige mensen die zeggen: die vragen gelden voor mij allemaal niet. Want ik weet op welke basis ik mijn leven moet leiden en mijn geloof is daarin richtinggevend. Je hebt heel veel moderne gelovigen, om ze dan maar even oneerbiedig zo te noemen, die zeggen: ik ben wat minder gelovig of ik ben een ietsist. En die zeggen: nou ja, ik geloof wel in iets, maar daarnaast zijn mijn zingevingsvragen nog even groot. En toch merk je dat de grote groep, en in het Westen is dat schijnbaar nog steeds een groeiende groep, agnostische of niet-gelovige of atheïstische jonge mensen, die zoektocht als het meest acuut voelen. Omdat het verdwijnen van dat geloof toch een leegte met zich heeft meegebracht. En dat we in het Westen, zonder dat we het weten, ik weet niet hoe dat in België is, maar in Nederland zijn we gewoon ongevraagd en onbewust allemaal pragmatisten. Dus onze regering is vrij pragmatisch en zo wordt ons land geleid eigenlijk. En dan denk ik, ja, het is best gek dat we die ontkerkelijking heeft plaatsgevonden, maar we gaan helemaal niet meer met onze bevolking langs alle loketjes van de filosofie, bijvoorbeeld van oudsher, van hè, misschien ben jij wel een existentialist of een absurdist of een humanist, of hè, het kan van alles zijn. Het feit dat we zo pragmatisch opgroeien, en ik vind dat er heel wat religies zijn van deze tijd. We zijn in Nederland in ieder geval naar mijn ideeën heel onbewust individualistisch, consumentistisch, materialistisch en pragmatistisch. En dat past niet iedereen. Dus ik denk dat het ook een vraag is die goed is om bij jezelf te stellen. Maar er is zeker een verschil in hoe acuut je die leegte voelt tussen gelovigen en niet-gelovigen. Oké, en de tweede vraag die is binnengekomen is best een lange, dus ik ga een beetje moeten spieken. Ja. Het aantal vrienden met baby's is de laatste jaren als een golf op me afgekomen. Het lijkt wel een clubje dat er niet zo gezellig uitziet, maar waarvan toch subtiel wordt opgedrongen dat je het niet mag missen. Mm-hmm. Terwijl ik voor mezelf er nog niet uit ben, krijg ik wel regelmatig opmerkingen over mijn leeftijd. Maar misschien is het goed bedoeld, maar mensen beseffen precies niet hoeveel druk ze hiermee op mij leggen. Hoe ga ik om met deze druk? Ja. Ook een ontzettend interessante. Ik zou denken, ik had 20 jaar geleden al de verwachting dat de groep bewust kinderlozen een stuk groter zou zijn en groeiend. Want ik draai me altijd om en dan zeg ik, geef mij één steekhoudend argument om wel aan kinderen te beginnen. Want wat je ziet is dat nog steeds echt bij het pijnlijke en het botte, en bij Nederlanders zijn dan misschien directer dan Vlamingen, maar bij ons is echt de vraag van wanneer komt dat kind? En dat blijkt uit deze vraag ook. De normatieve druk die uitgaat van het kinderen krijgen en het kinderen hebben, die is veel groter dan we met z'n allen denken. En mijn persoonlijke opvatting is dat we, ik heb ook heel lang over zingevingsvragen nagedacht en mijn persoonlijke beleving is vrij darwinistisch, dus ik denk dat voortplantingsdrift daar nog steeds een grote rol in speelt, ook al vinden we dat natuurlijk helemaal niet heel erg intellectueel en nobel en hoogdravend van onszelf. Maar ik denk dat vooral we ons moeten realiseren dat omdat de meeste mensen iets zo doen, dat niet wil zeggen dat dat de beste manier is. Kijk, normatief, het draagt ook iets van normaal in zich mee, maar wie zegt dat het normaal is? Ja, en natuurlijk, een heleboel normatieve dingen in maatschappijen zijn misschien zo gekomen omdat wij mensen ons daar uiteindelijk, de gemiddelde mens zich daar ook het lekkerst bij voelt. Maar ik denk dat het keuzeproces voor een kind al best wel een stukje zorgvuldiger mag. Maar ook de omgang met mensen die op welke, als ze de 30 naderen nog geen kinderen hebben, nou dat helemaal wel aandacht verdient. En ik kan me, en de vraag was natuurlijk, hoe ga ik daarmee om? Oei, als je
als ik zelf ben, ik ook niet zo. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen van, nou ja, draai de vraag eens om. Weet je, waarom zou je wel aan kinderen beginnen? Of gewoon heel eerlijk zeggen van, nou ja, ik ben daar helemaal nog niet uit of ik dat wil. Of waarom zou dat de norm moeten zijn? Maar ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Ik zou dan, als je dat te moeilijk vindt, in ieder geval in je eigen hoofd blijven bedenken. Weet je, gewoon blijven bedenken wat ik nu tegen ze zeg. Namelijk, wie zegt dat dat de norm is? Stel de vraag eens andersom. Waarom zou je überhaupt een kind willen? Oké, dan gaan we door naar de laatste vraag die is binnengekomen. Het is eentje die aansluit bij onze Is dit het nu? Vraag van daarnet. Ja. Iemand zegt, ik ben op een punt in mijn leven dat ik best tevreden ben met wat ik al bereikt heb, maar toch voel ik me nog leeg en onzeker. Wat kan ik hieraan doen? Ja, dat, kijk, weet je, bij mij begint het dan als, hè, ik was vroeger loopbaanadviseur en ik ben nu eigenlijk meer een levensadviseur, een coach. In Nederland is er heel veel te doen over life coaches die natuurlijk daar allemaal veel te gemakkelijk mee omgaan. Maar ik denk dat dit juist op het snijvlak ligt aan de ene kant wat een Dirk de Wachter bijvoorbeeld zegt, van we zijn verleerd om goed met elkaar te praten. Want aan de andere kant kriebelt het bij mij meteen om persoonlijk langer door te praten met zo iemand, want de aanleiding daartoe is voor ieder mens anders. Het is vaak juist dat als een heleboel dingen goed op de rit zitten, dan komt dat leeg gevoel pas. Dat heeft een beetje met wat er ook op af te dingen is, maar met de Maslow-pyramide te maken. Dus we voelen ons prettig zolang we nog allerlei uitdagende, afvinkbare doelen aan het nastreven zijn. En op een gegeven moment hebben we de meeste westerse doelen bereikt en dan denken we, is dit het nou? En waarom voel ik me nou niet gelukkig? En er is bij heel veel jonge mensen in de westerse wereld ook schuldgevoel over, ik heb het toch eigenlijk relatief goed, waarom voel ik me dan niet goed? Dat is juist, naar mijn idee, is het een heel mooi signaal van je brein dat het probeert aan te geven van, kijk eens ook buiten de box misschien. En die zingevingscomponent, het is lastig om daar advies over te geven, omdat ieder mens die voor zichzelf die vraag moet beantwoorden. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is weg te nemen dat het vreemd is dat je die vraag voelt. Want het is heel logisch dat je die vraag voelt. En het is misschien wel de grootste winst van deze generatie boven boven de generatie van de babyboomers. Dat wij in plaats van op de geëikte midlife leeftijd, namelijk 50 plus, als er weinig ruimte meer is om bij te sturen, ons vanaf de 20 eigenlijk al die vragen beginnen te stellen. Want dat betekent dat er nog heel veel ruimte is om bij te sturen. En als ik dan het beste advies mag geven, is dat we veel sterker zouden mogen schudden, niet alleen op kindervraagstuk, maar ook op al die andere vlakken aan die normatieve druk. En dat het helemaal niet egoïstisch is om eerst voor jezelf te denken, wie ben ik nou echt en wat wil ik en hoe wil ik mijn leven leiden? Want wat ik merk is dat we nog steeds veel te veel vastzitten in wat wil ik doen in plaats van wie wil ik zijn en hoe wil ik zijn en hoe wil ik eigenlijk mijn leven leiden. En dat we die vraag met z'n allen beter dienen te stellen. Oké, ik onthoud vooral dat we vooral bij onszelf moeten kijken naar wat wij graag willen en wensen in ons leven. Bedankt om hier vandaag bij ons te zijn en ons al een beetje duidelijkheid te geven over het leven. Zo, dat was het weer. Beginnen na je studies zit erop. Ik wil graag al onze gasten, medewerkers en natuurlijk jullie allemaal bedanken om erbij te zijn. Zit je nog met vragen en wil je hier nog eens met iemand over hebben, dan kan je altijd terecht in een huis van de mens. Ik wens jullie nog heel veel succes toe om met de handvaten uit deze uitzending aan de slag te gaan. Nog een fijne avond en wie weet tot binnenkort.